uitdaging op het bedrijf is in de nachturen het voer voldoende bij de koeien te houden. Wij doen het meestal in de morgen voeren. En de klein beetje restvoer wat er dan ligt, om die koeien dan het voerrek te halen, ja, dat is nog zeker niet optimaal. De oplossing die Farm Management aangedragen is een Juno aan te schaffen, om vaker op een dag het voer aan te wegen en door de loop van de koeien te optimaliseren. De verwachting is dan eigenlijk dat de koeien ook in de nacht nog iets meer loop hebben en nog iets hogere productie zullen gaan realiseren. En dat we daardoor ook nog iets minder ophaalkoeien zullen hebben en nog een hoger rendement uit de robot zullen kunnen halen. We zagen op dit bedrijf de uitdaging om het loopgedrag 's nachts te verbeteren. Vanuit de analyse in Lely Horizon zagen we dat er een dip was in het aantal melkingen tussen 4 en 6 uur 's ochtends. Door het voer vaker aan te schuiven met de Lely Juno willen we daarmee de koe activeren en motiveren om naar het voerrek te gaan en ook een bezoek te brengen aan de melkrobots. We verwachten met de aanschaf van een Lely Juno dat het loopgedrag op de melkrobots verbetert, vooral in de nacht. Dat er meer droge stofopname plaatsvindt, waardoor de melkproductie verhoogd wordt. En vanwege het algemene loopgedrag dat er minder ophaalkoeien zullen zijn.